De voorzitter van het managementteam Grondenrechten, Wensley Misijan, heeft DNA-voorzitter Jennifer Simons uitgelegd hoe de conceptwet Grondenrechten is opgebouwd en wat de belangrijke aspecten zijn. Dat deed hij in een bespreking tussen het managementteam, Simons en minister Dikan van Regionale Ontwikkeling. Partijen spraken over het karakter van de ontwerpwet collectieve rechten in heemse en tribale volken. Het wetsontwerp is op 2 oktober 2019 door voorzitter Misijan overhandigd aan minister Dikan. Het ontwerp richt zich hoofdzakelijk op de wettelijke erkenning van de collectieve rechten van inheemse en tribale volken op hun woon- en leefgebieden en het traditioneel gezag en haar bevoegdheden. Simons hoopt dat met de conceptwet niet alleen de grondenrechten worden gereguleerd, maar dat ook een bijdrage wordt geleverd aan de algemene ontwikkeling van Suriname. Het managementteam zal de volgende week een presentatie houden voor de Raad van Ministers. De ministers krijgen een exemplaar van de conceptwet, zodat ook zij de gelegenheid hebben om hun zienswijzen te geven.